Hoe kun je manifesteren terwijl je slaapt? Ik ben Lorraine Vesterink en welkom terug op mijn kanaal. Ik ben ontzettend dankbaar dat steeds meer mensen dit kanaal vinden. Want dat betekent dat steeds meer mensen willen manifesteren. Dat steeds meer mensen geloven in de scheppingskracht. En dus dat jij scheppingskracht hebt om je leven in te richten zoals jij dat wilt. En dan ook nog moeiteloos en makkelijk en niet meer door geforceerde actie, maar door geïnspireerde actie. En door helemaal in de flow te zijn, dat je helemaal geen moeite meer kost. Dat je gewoon, dat het allemaal makkelijk gaat. En dan kun je ook nog terwijl je slaapt manifesteren. Hoe leuk is dat? Nou, Neville Goddard, een van de manifestatiegoeroes, die zegt: het gaat om a state akin to sleep. En dat wil zeggen, het gaat om de staat waarin jij in slaap valt. En hoe kun je zorgen dat die staat waarin jij in slaap valt, dat dat de juiste staat is? Nou, de juiste staat is de staat van jouw eindresultaat. Dus wat is jouw eindresultaat? Wat is het eindresultaat van jouw droom? Het kan zijn dat je volledig in balans bent en dat je helemaal rust hebt, omdat je alles op orde hebt, je relatie of je financiën. En misschien wil je passief inkomen creëren. Misschien wil je trouwen of samenwonen of wil je je droomhuis of een wereldreis maken. Nou, wat het ook is, wat is jouw eindresultaat? En wat is het bewijs dat dat eindresultaat, dat je dat ook hebt? En ga daar een beeld bij vormen. Maak daar een video van. En zie jezelf in die video vanuit de eerste persoon. Dus je kijkt niet naar die video en je ziet daar niet jezelf rondlopen. Nee, je gaat echt, je stapt in die eerste persoon. En stel je voor dat je jouw huwelijk voor je ziet. Dan zie je echt die persoon tegen jou ja zeggen. Ja, ik wil. Dus die zegt dat tegen jou. En dan, je maakt het beeld mooi. En hè, net alsof je je video op je mobiel aan bewerken bent. Dus je maakt het beeld mooi. Je zet er mooi geluid onder. Misschien mooie muziek. Of als je een andere droom hebt, andere geluiden. Dus je maakt er mooie geluiden bij. En je gaat vervolgens voelen. Hoe zou dat voelen? Hoe voel je je nu je dit eindresultaat hebt? En eindresultaat, stel je voor, jij wil trouwen met degene met wie je nu date. Het eindresultaat is dus niet dat je nog een berichtje krijgt. Dus je gaat altijd verder in de tijd. Dus je gaat, wat is het bewijs? Of misschien zelfs je 30-jarige jubileum. Dat is wel heel erg een bewijs. Hè? Want je wil natuurlijk niet alleen trouwen, je wil een gelukkig huwelijk. Ja, dus je gaat helemaal in dat eindresultaat en je ziet die persoon in jouw omgeving vanuit de eerste persoon. Dat is echt belangrijk dat je het vanuit de eerste persoon doet. En dat je dus een minuut voordat je in slaap valt, dat je dan in die staat bent. In a state akin to sleep, dat is wat het is. En dan gaat je onderbewuste de hele nacht voor jou door. Want manifesteren lukt alleen als jij meer positieve gedachten dan negatieve gedachten aanbiedt. Minimaal 80%. Dus dat die positieve gedachten dominant zijn. Dus als jij, het heeft geen zin als jij bijvoorbeeld de hele dag, daar zal ik ook nog een video over maken. Het heeft geen zin als je de hele dag denkt, oh nee, dat gaat nooit lukken. En dat je dan zegt, nou, een minuut voor ik slaap ga, oh ja, nu ga ik even positief denken. En dan zeg je, ja, hé, waarom lukt het maar niet om mijn dromen te manifesteren? Ja, zo werkt het dus niet. Dus daar zal ik nog een video over maken. Wil je nu blij wakker worden ook? Wat je daarvoor kan doen, is wat ik altijd gebruik, is essentiële oliën. En om heerlijk te kunnen slapen, kun je heel goed de lavendel combineren met de bergamo. En dan de verhouding 4:1. Dus 4 druppels lavendel, omdat dat is ontspannend. En dat zorgt voor een goede nachtrust. En de bergamo, die zorgt voor joy, blijdschap. Dat je dus blij wakker wordt. Dat je met een glimlach wakker wordt. Dus dat je in de ochtend ook nog, daar zal ik ook nog een video over maken, van hoe kun je zorgen dat je blij wakker wordt. Nou, een van die dingen is dus dat je de essentiële oliën inzet. Wil je daar meer over weten, over hoe je essentiële oliën kunt inzetten voor je mindset en voor je body? Download dan gratis mijn e-book over essentiële oliën. En je kan de essentiële oliën ook via de link hier beneden bestellen. Nou, ik zou zeggen, ga lekker manifesteren vannacht terwijl je slaapt. En doe dat niet één nacht, maar maak daar een gewoonte van. En net als dat we onze tanden poetsen, maak er een gewoonte van, want dan werkt het echt. Want ja, je kunt iets manifesteren, maar als je niet in de juiste staat blijft, kan het gewoon ook weer weggaan. En dat hoef je niet als werk te zien.
Sommige mensen zien dat als werk, maar weet je, als je al, stel je voor, je begint op je 40ste met manifesteren, dan heb je 40 jaar, heb je eigenlijk jezelf tegengewerkt. Dus het is juist heel makkelijk en leuk en fijn en je komt helemaal in een goede staat. Dus vanavond, voordat je gaat slapen, lekker in die staat, heerlijk wens ik jou morgen dat je heerlijk blij wakker wordt en op naar jouw dromen. Zit je nu nog steeds te kijken, geef dan een like, want dat helpt weer mijn droom te realiseren. Daar ben ik echt heel erg blij voor als je dat doet. Vind het ook leuk dat je kijkt. Vind het ook leuk als je je abonneert op mijn kanaal. En dan zie ik je graag de volgende keer. Bye!